Dames en heren, van harte welkom bij deze vergadering van de Commissie Regionale Economie. We mogen ons in een hele grote belangstelling verheugen met een wat minder plezant onderwerp. En dat is de sluiting van een aantal penitentiaire inrichtingen in deze provincie. Of de mogelijke sluiting daarvan. En u bent hier allemaal gekomen om actie te voeren. Voor wat betreft de vergadervolgorde of de agendapunten die u heeft toegekregen als commissie, stel ik voor om eerst het verzoek van de PvdA-fractie om de voorgenomen sluiting van de penitentiaire inrichtingen Veldzicht, Balkbrug, Karelskamp en Nienduren te Almelo, om die als eerste te behandelen. Daarvoor hebben zich ook vijf insprekers gemeld, die zometeen ieder voor zich 5 minuten krijgen om in te spreken. En dat we daarna de andere agendapunten gaan behandelen. Ik neem aan dat dat de instemming van u als commissie heeft. En dan wil ik verzoeken om met de eerste inspreker te beginnen. En dat is mevrouw Veenstra. Mevrouw Veenstra is algemeen directeur van Veldzicht. En ik verzoek mevrouw Veenstra om achter het katheder plaats te nemen, zodat... Dank u wel, meneer de voorzitter, geachte leden. U weet natuurlijk het feit op zich dat Veldzicht onder het besluit, voorgenomen besluit van de staatssecretaris zat om gesloten te worden. Ik wil u wat feitelijke gegevens geven, anders dan dat kan ik in mijn positie niet doen. Wij voelden ons ontzettend overvallen toen het besluit werd medegedeeld. Wij hadden dat echt niet verwacht, omdat ook de argumentatie ons niet bepaald herkenbaar voorkwam. Maar ik zal nog even kort samenvatten hoe de kliniek, wat het feitelijk is. Van oudsher zijn er rijksklinieken voor TBS-patiënten, al van ongeveer 80 jaar geleden. Er zijn er steeds een paar afgevallen, maar de laatste 10, 15 jaar heeft de overheid steeds gezegd, wij houden een paar rijksklinieken over waar de laatste plaats kan zijn voor de meest moeilijke patiënten. Dat is Veldzicht samen met één andere kliniek. En Veldzicht is daar de grootste van met 220 patiënten en 490 medewerkers. Met een totaal jaarbudget van 40 miljoen. Wij zijn nu een van de meest moderne klinieken, omdat we de afgelopen jaren is daar miljoenen in geïnvesteerd in brandveiligheid, in nieuwe paviljoens enzovoort enzovoort. Dus wij zijn totaal up-to-date met de gebouwelijke situatie om de patiënten te behandelen en met onze behandelprogramma's en kwaliteit van patiënten. Want dat blijkt eens te meer omdat wij nog steeds, ook na de mededeling, hebben wij verzoeken van andere klinieken gekregen om patiënten over te nemen. Wij hebben dus echt een landelijke functie voor de meest moeilijke patiënten. En die meest moeilijke patiënten, dat zijn dan mensen met minstens 2, zo niet 3 dubbele diagnoses, zoals wij dat dan noemen. In de wandelgangen heet dat ook triple trouble. Dat zijn mensen die en schizofrenie en verslaafd en getraumatiseerd of verslaafd en autistisch, zwak begaafd. Het is altijd een optelsom van problematiek die ook in gewone ziekenhuizen vaak niet eens hanteerbaar zijn. Dus we zijn ook nog voor GGZ-instellingen een achtervang in crisissituaties en ook voor pijmaatregelen. Dus we hebben nogal het een en ander in huis. Deze patiënten zijn ook beheersmatig moeilijk en in die zin zijn wij een kliniek die met een groep beheersmedewerkers, veiligheidsmedewerkers, deze patiënten steeds heel goed weet te beheersen, letterlijk. Maar dat wordt mede goed gedaan omdat wij een locatie hebben waar deze mensen door de aantal vierkante meters en het groen wat wij om ons heen hebben, dat ze zich daar uit kunnen leven, afreageren, hun agressie, opgekropte energie kwijt kunnen. En daar zijn we uniek in Nederland. Misschien kunt u zich een beetje voorstellen, heeft u ooit plaatjes gezien van andere TBS-klinieken, vooral die in de steden zitten. Dat zijn TBS-klinieken die grote muren eromheen hebben en een nogal compacte omvang, omdat in de steden de grond natuurlijk ook duur is van oudsher. Dus dat zijn kleine klinieken. Onze patiënten zouden bij dit besluit dan ook naar dit soort klinieken overgeplaatst moeten worden.
En dan vrezen wij ook echt het ergste voor de longstay-patiënten die wij hebben, die daar nog hun leven jarenlang zullen moeten verblijven en dan naar dit soort klinieken toe moeten. Het ministerie van Justitie heeft zelf ons aangeduid als topkliniek, maar heeft geen kwaliteitscriteria gehanteerd bij hun besluit. De criteria die ze wel hebben gehanteerd, de twee belangrijkste daarvan, is de resocialisatie. Ze hebben het argument gepakt dat door resocialisatie in de eigen omgeving van de herkomst de behandelduur zou verkorten. Maar dat staat haaks op wat wij als Veldzicht aan ervaringen hebben. Wij resocialiseren al jarenlang mensen bij ons in de omgeving en plaatsen ze pas als ze helemaal stabiel zijn, eventueel pas weer naar de regio van herkomst, omdat het juist in die regio vaak fout is gegaan en deze patiënten over het algemeen bepaald geen baat hebben bij die regio van herkomst, zijnde, zeg maar even, de Randstad, de grotere steden. Zij zijn erg gebaat, gezien hun problematiek, bij juist dit soort omgevingen, rustige omgeving. Ze werken bij boeren in de buurt, heeft u in de Stentor allemaal kunnen lezen. Dus dit argument komt voor ons echt out of the blue. Ook de frictiekosten zijn zo gedefinieerd dat ze gekeken hebben welke kliniek nu de laagste kosten heeft. En aan de hand daarvan is geconcludeerd dat wij dus ook het goedkoopste zijn om dicht te doen. Nou, als u enig idee heeft over onze gebouwen, waarvan er 3 op de monumentenlijst staan, gelegen in Balkbrug in een economische omgeving waar dit soort land en goederen nou niet bepaald voor de hoofdprijs zullen kunnen worden verkocht, dan kunt u zich ook voorstellen dat die frictiekosten op basis van deze definitie misschien toch wat discutabel zijn. Vandaar dat het hele besluit voor ons zo als een donderslag uit de heldere hemel kwam. Te meer ook daar buiten het papier ons gezegd is, er moeten grote klinieken overblijven die later de afname van de prijzen kunnen opvangen. Dus de betalingen die wij per patiënt krijgen, die zullen gaan afnemen. En dat kan je alleen opvangen als je grotere kliniek bent. En wij zijn de 4e grote van Nederland. Wat dit allemaal. Mevrouw Veestra, komt u tot een afronding? Want u zit op 6 minuten inmiddels. Ja. Ik was aan mijn afronding. Dus het is voor ons allemaal heel moeilijk te begrijpen. Dat zult u naar dit verhaal hopelijk mee kunnen nemen. En ja, vandaar is het ook. Staan wij hier en zijn wij hier met zoveel mensen. Dank u wel. Als u nog even blijft staan. Als u nog even blijft staan, want dan zijn er mogelijk nog vragen van de commissieleden die tot enige verheldering van uw betoog. Ik zie de heer Tenkink. Wie heeft nog meer een vraag? Niemand behalve de heer Tenkink, dan de heer Tenkink. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eigenlijk twee vragen. Eerst de opmerking waarmee je begon, mevrouw Veenstra. Waarin u zegt, u bent overdonderd, overvallen enzovoort. Nou, dat zijn wij. Maar het verbaast mij dat u dat kennelijk datzelfde meemaakt. Want dan zou je eigenlijk denken dat dit plan, de bezuinigingsplan, achter een Haags bureau is bedacht en verder niet, zeg maar, in het voortraject met betrokken instelling is overlegd, gecommuniceerd enzovoort. Is die indruk juist? Een andere vraag is, als het praat over alternatieven, daar zijn wij voor en volgens mij wordt die ook daartoe uitgedaagd, alternatieven om toch zoveel mogelijk banen overeind te houden en deze klinieken open te houden. Bent u ook bezig of bereid om met andere TBS-klinieken, zeg maar in uw branche, samen te werken om in die zin samen te bekijken hoe je toch die voorziening overeind kunt houden? Ja, dank u wel. Er is inderdaad niets met ons overlegd. Tot aan het laatste moment hebben wij andere informatie gekregen dan uiteindelijk het besluit bleek te zijn. En wij zijn op alle mogelijke manieren aan het kijken in samenwerkingsverbanden, afslanken, alles wat u zichzelf ook kunt bedenken, zijn we aan het kijken en ook aan het doorrekenen om dat fatsoenlijk onderbouwd naar voren te brengen, om andere scenario's hier tegenover te zetten. Dank u wel, mevrouw Veenstra, voor uw heldere betoog. U heeft op uw tafel ook nog een handout ontvangen die door de kliniek is samengesteld. Dus in die zin kunt u daar ook nog het enige en het ander nalezen. Als tweede inspreker heb ik genoteerd mevrouw Besselink. Zij is lid van het actiecomité. Mevrouw Besselink, u mag plaatsnemen achter het katheder.
En ook voor u geldt dat u 5 minuten spreektijd heeft om uw standpunt helder te maken naar de commissieleden. Dank u wel. Geachte leden, dank u wel dat wij vandaag hier ons verhaal mogen doen. Zoals al verteld is, op 22 maart hebben wij het bericht ontvangen dat onze kliniek Veldzicht moet gaan sluiten. Het masterplan DEI staat voor dat er bezuinigd moet gaan worden. En zij hebben daarin gekozen om niet klinieken kleiner te gaan maken, maar om een aantal klinieken te sluiten. Een van die klinieken is Veldzicht. Het huidige plan zoals dat er ligt, betekent dat wij per 1 januari 2016 dichtgaan. Dat plan moet nog door de Tweede Kamer goedgekeurd worden. Vandaar dat wij ook graag nog even een aantal dingen willen benoemen. En ook uw steun willen vragen om met ons te gaan kijken om die plannen toch te gaan wijzigen. Als we kijken naar het budget voor de forensische zorg, moet dat aanzienlijk worden teruggebracht. Ongeveer met 17%. Het teruggebracht worden naar 602 miljoen van 728, zo uit mijn hoofd. De TBS-sector is de laatste jaren aan het krimpen geweest. De aantal bedden zijn naar beneden gegaan. Daarentegen is er ook weer een andere beweging gaande. Namelijk dat er alweer een lichte stijging is. De krimp van het aantal bedden heeft te maken met een aantal zaken. Onder andere dat een aantal verdachten niet meer mee wilden werken aan onderzoek. Dus niet wilden onderzocht worden of er sprake is van een psychische stoornis. Waardoor er geen TBS kan worden opgelegd. Een andere reden is dat de TBS-duur erg lang is geworden. De gemiddelde behandelduur was 10 jaar. Als we dan kijken naar Veldzicht, zoals al genoemd een topkliniek, is onze behandelduur richting de 7 jaar. Dus wij voldoen al aan de eisen zoals gesteld door het ministerie. Namelijk dat de behandelduur teruggebracht moet worden naar 8 jaar. Dus het verbaast ons ook zeer dat Veldzicht een van de klinieken, of de kliniek is die gesloten moet worden, de grootste kliniek. We hebben 220 behandelplekken. Zoals al gezegd zijn wij gespecialiseerd in de allermoeilijkste categorie patiënten. Patiënten die elders in het land nergens terecht kunnen. Die vaak voor een derde, vierde behandelpoging bij ons komen. Vastgelopen zijn op hun agressieproblematiek en geen andere uitweg meer hebben. Ik heb ook een stukje meegebracht van familie. Van mensen die bij ons opgenomen zijn, zoals zij dat bij de petitie hebben ingeschreven. Dat wil ik graag even voordragen. De kliniek waar onze zoon verblijft, FPC Veldzicht in Balkbrug, in de provincie Overijssel, is uniek in zijn soort. Patiënten die daar worden opgenomen en behandeld, hebben vaak alleen nog deze kliniek die iets voor hen kan doen. Voordat iemand in deze kliniek wordt opgenomen, zijn er heel veel jaren van ellende aan voorbij gegaan. Waar gaan al deze zonen en dochters naartoe als deze kliniek haar deuren moet sluiten? De gevangenis in? Ik hoop van niet. Ten slotte heeft iedereen die daar woont zijn straf al uitgezeten. Alleen kunnen zij niet, of nog niet, of misschien nooit meer, op zichzelf wonen. Voor iedereen, dus zowel voor hen, als voor de samenleving is het geweldig dat deze kliniek er is. FPC Veldzicht mag niet sluiten. Dat zou misdadig zijn. Ik vind dat zelf wel een heel sprekend voorbeeld. En zo zijn er met ons heel veel van dit soort steunbetuigingen geweest uit het hele land. Waarin gezegd wordt, Veldzicht mag absoluut niet dicht. Veel gespecialiseerd personeel, betrokken personeel, mensen met echt vakinhoudelijke kennis, jarenlange ervaring. Het mag gewoon niet gesloten worden. Waar ook aan voorbij gegaan is in dit besluit. Er is gekeken naar 4 criteria om te kijken welke kliniek moet worden gesloten. Het eerste was specialismen. In hoeverre zijn er unieke specialismen? Bij dat criteria zijn een aantal dingen vergeten die bij ons wel geboden worden, die elders niet geboden worden. Zo hebben wij een unieke longstay-afdeling voor mensen die somatische zorg nodig hebben. Dus verpleegzorg, mensen die ouder worden, maar nog steeds delictgevaarlijk zijn, dus niet geplaatst kunnen worden in een verpleeghuis, die kunnen bij ons tot het einde van hun leven verblijven en ontvangen daar de juiste zorg. Er is op dit moment geen enkele andere kliniek die dat kan bieden. Er is 1 andere longstay-instelling, maar die heeft aangegeven die somatische zorg niet kunnen bieden. Een andere groep waar wij heel erg in gespecialiseerd zijn, zijn de verstandelijk beperkten. Wij nemen bijvoorbeeld van collega-instellingen die ook werken met verstandelijk beperkten, de mensen over met een enorme agressieproblematiek die zij niet kunnen hanteren, die bij ons dus wel te hanteren is. Daarnaast hebben wij ook een groot aantal vrouwen in onze kliniek. Ook als een van de weinige klinieken. Waar moeten al deze groepen straks naartoe? Daar is niet over nagedacht op dit moment.
Ik ondersteun ook van harte wat mevrouw Veenstra net al aangaf over de resocialisatie. Mevrouw Besselink, u zit ook op de 6 minuten, dus ik zou u toch zo langzamerhand ook willen verzoeken om naar een afronding te komen. Helemaal goed. Nou, ik zal nog even de belangrijkste dingen samenvatten. Resocialisatie kan dus juist in heel veel gevallen beter niet in de regio van herkomst plaatsvinden. Nou, belangrijk om nog te noemen is dat onze behandelduur dus heel kort is. En de sluiting van Veldzicht gaat enorme gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. 500 man personeel van Veldzicht zal op straat komen te staan naast de indirecte werkgelegenheid. Dus voor Balkbrug en omgeving en ook voor de provincie zal dit desastreus zijn. Dank u wel. Wie van de commissieleden heeft een vraag voor mevrouw Besselink? De heer Tinking en wie nog meer? Niemand? Dan het woord aan de heer Tinking van de PvdA-fractie. Ja, ik heb er gewoon een groep vragen. Eén vraag. Als het gaat om de werkgelegenheid. Als ik goed begrijp staat in het voorstel van de staatssecretaris Steven dat mensen die hun baan verliezen worden begeleid van werk naar werk. Heeft u ook inmiddels begrepen wat het precies inhoudt? Wordt u dan, als u met ontslag bedreigd wordt, overgeplaatst naar een andere kliniek in het zuiden of het westen van het land? Of moet u gaan werken bij de buurt, super of wat dan ook? Heeft u daar een beeld bij wat het zou moeten gaan inhouden? Mevrouw Besselink. Dat is nog niet geheel duidelijk van hoe die werkbegeleiding eruit gaat zien. Wat we wel weten is dat in de regio de mensen niet herplaatst kunnen worden. Dus er wordt al gezegd voor een hoop mensen zal er geen passend werk te vinden zijn. En wij zijn natuurlijk zeer gespecialiseerd. Een aantal van ons zullen wellicht in andere instellingen kunnen gaan werken. Maar voor een hoop is die mogelijkheid er niet. Ja, dus daar is geen passende oplossing voor. En dat wordt ook wel in het masterplan benoemd. Dat er maar een klein gedeelte is die op eenvoudige wijze van werk tot werk kan worden begeleid. Helder. Mevrouw Besselink, mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage. Ik denk dat dat verhelderend is voor de commissieleden. En mag ik u verzoeken plaats te nemen.